Dit is Langstraat TV, uw regio in beeld en geluid. We hebben in oktober 2016 hebben we een droomlab gehouden in de Wetering. De hele bevolking van Loon op Zand was uitgenodigd om haar droom voor de Wetering in te dienen. Nou, dat heeft een hele mooie grote oogst opgeleverd van 200 dromen. En uiteindelijk hebben een vijftigtal mensen ook een contactgegevens achtergelaten met op ons verzoek van zou je erover willen doorpraten, zou je van die droom een plan willen maken. En vandaag zijn we met een twintigtal mensen aan de slag om die slag te maken, om het te concretiseren. En dat doen we door het visueel te maken en eraan te rekenen, zodat we ook een beeld krijgen van zijn er plannetjes die elkaar aanvullen en is er draagvlak voor en met name ook is het uiteindelijk haalbaar te maken. We zijn op 8 oktober hier geweest om onze ideeën te delen met het initiatief van Dromenlab. Dus waarbij inwoners van Loon op Zand werden gevraagd om hun ideeën te lanceren als het gaat over van wat zou een bestemming kunnen zijn voor de Wetering. En vandaag zijn we dat een beetje aan het uitwerken. En ons idee is om een dorpshuis te maken. Met veel functies, dus echt multifunctioneel. Wat zowel aantrekkelijk is voor inwoners van Loon op Zand, maar ook voor recreanten en toeristen die Loon op Zand aandoen. Ik denk dat er zeker wel mogelijkheden zijn voor een gebouw als de Wetering. Als ik zelf kijk, als ik vrij mag zijn, ik ben zelf een fanatieke tennisspeler. En ik zie dat daar een aantal mensen zijn opgestaan de afgelopen jaren om er iets van te maken. In die zin van een interne competitie, zorgen dat je mensen motiveert. Ja, ik kan niet tennissen, nou, maar dan doe je mee. En als je met betere speelt, dan word je zelf ook sterker. En als je zo mensen motiveert en mobiliseert voor een Wetering, voor allerlei activiteiten. Je kijkt naar carnaval en je ziet de Loonse Dorpsfeest, wat ook een activiteit is binnen Loon op Zand. Wat zeer actief en zeer prominent aanwezig is en ook zeer actief aan mee wordt gedaan. Nou, het zou jammer zijn als er voor de Wetering niet een aantal mensen opstaan die zeggen van nou, hier gaan we onze tanden inzetten, schouders eronder en er iets van maken. Gevel aan de kant van de Kloosterstraat. Dat is een oud gebouw en het heeft een hele mooie uitstraling. Wij vinden de uitstraling aan de voorkant, wat nu de Wetering heet, die vinden we echt heel onaantrekkelijk. Dus we hebben ook het idee om daar vooral aantrekkelijkheid weer terug te brengen. En op die manier ook een verbinding meer tot stand te brengen tussen de kiosk aan de ene kant, het Witte Kasteel aan de andere kant en wat dan het dorpshuis zou worden aan de andere kant. Dus dat je daar een soort van voetgangersgebied krijgt, maar ook gelegenheid voor kinderen om te spelen. Er zijn al ideeën om een grote glijbaan te gaan maken over de weg heen, zodat kinderen op de kasteelweide kunnen gaan spelen.
Het idee is ook om in een bezoekerscentrum te maken waar ook streekproducten te koop zijn, waar mensen een picknickmandje zouden kunnen vullen wat ze dan mee kunnen nemen naar de kasteelweide om daar hun boterhammetje of broodje of wat dan ook op te kunnen eten. Dus om zo een plek te maken waarin veel functies samenkomen, wat laagdrempelig is en waar ja, de toegankelijkheid heel erg hoog is. Ja goed, verbouwd aan de hedendaagse eisen en maatstaven, dat is helemaal niet verkeerd. En hier en daar een likje verf. Maar ik vind het in ieder geval prettig om te horen dat er over nagedacht wordt. Dat een aantal mensen zich daar al over aan het brainstormen zijn, zonder meer. Nu bent u een sportman, u tennis dus ook. Wat vindt u van de zaal op zich? Is die redelijk goed bruikbaar en uitgerust? Nou, laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar de omliggende gemeentes, Sprangkapelle, een Kaatsheuvel, dan denk ik dat we het in Loon op Zand nog niet zo slecht getroffen hebben. En juist daarom zou het zo jammer zijn als juist dit pand en dit gebouw een andere bestemming zou krijgen. Terwijl je weet dat er in de omliggende gemeentes misschien mensen zijn die hun vingers erbij af zouden likken om zo'n mooi complex te hebben in hun gemeente. Dus zeker mogelijkheden denk ik. We hebben nu eigenlijk drie hoofdrichtingen. Eén gaat naar een soort ontmoetingscentrum waar wij toerisme en genieten en cultuuractiviteit en sport gecombineerd worden. Eén concept gaat veel meer over van nou, als je nou de huidige situatie is probeert te professionaliseren en te commercialiseren en te proberen te verbeteren. Waar zou dat toe kunnen leiden? En kunnen we daar niet allerlei partijen die een huisvesting hebben bij betrekken zodat het een integrale concept wordt? En één concept gaat over van kunnen een deel wonen maken en een ander deel veel meer het gemeenschapshuis zoals we het voor ogen hebben. Dus eigenlijk een soort splitsing binnen het pand maken. Wat alle plannen wel een beetje gemeenschappelijk hebben is van het moet anders aangestuurd worden. Er zal ook anders gedacht moeten worden over kosten en opbrengsten en het bewaken daarvan. En het moet leuker en aantrekkelijk gemaakt worden. Dus dat zegt ook iets over de buitenruimte, de gevel van het pand en de inrichting ervan.